Ik kook zelf thuis ook graag en mijn wederhelft is ook kok. Dus ja, goed, dat is altijd een muntje opgooien wie het eten maakt. Contact met professionele mensen, dus en dan kun je een beetje over en weer uitwisselen over voedsel en bereiden van. En ja, dat vind ik wel leuk. Ik ben chef geweest en je zet je werk en je ervaring wel voort, maar dan toch in andere sferen, ook andere tijden dan wat ik gewend was te werken. En ja, dat geeft ergens ook al een beetje rust. Het is eigenlijk nooit hetzelfde. Er zijn altijd wel mensen die je gewoon eens een keer kan helpen met een recept. En de ene keer heb je druk met inruimen van nieuwe producten, omwisselen van stellingen, demo's klaarzetten, iets wat je zelf mag kan bereiden. Dat is eigenlijk wel leuk. Je kunt mensen ook wel inspireren en zo. En ik heb al een paar keer gemerkt dat mensen bijvoorbeeld iets wilde weten en dat je klaar was met je verhaal en dat ze echt al zin hadden of om het te gaan eten of om het te bereiden überhaupt. En dan is je missie wel geslaagd.